En welkom weer in Sprookjeskraft. En we staan hier op het Anton Pieckplein, want hier is onverwachts ook model gekomen. En daar wel in. Anton Pieckplein is een heel oud plein, genoemd naar Anton Pieck, de allereerste ontwerper van de Efteling. Dus waarmee zullen we beginnen? Ja, ik stel voor met een zwerfmolen. Ik had niet verwacht. Hier staat nog een zwerfmolen. Ja. Twee zwerfmolens, die zijn wel een beetje verschillend. Ziet er wel goed uit, man. Ja. Maar jongen, kan als u zitten, broer. Ik doe je wel heen, hè. We zijn weg, ja. Hier ga ik zien, dat is een dichtdoek dat die stoeltjes helemaal opzij vliegen. Ja, dat is altijd zo, als het rap gaat. Ja, maar hier is zo'n twee persoons stoeltje. Oh, die draaien rond ook. Ja, dat is wel gezwerven, dat is wel wat geduwd. Ja, ik heb die nog nooit gedaan, denk ik, deze. Ik heb wel niet te lang duurt. Nou ja, putje. Oh, wat fuck. Ja, er zijn twee zwerfmolens. Ik heb nog een broeder. Ja, maar ga weg. Een paardenmolen is nog in de baan. Deze gedeelte van het park heb ik in real life echt al jaren niet meer gezien. Huh. Ja, maar wat zal ik een keer moeten komen doen? What the fuck? Ineens begint die muziek van Maxim Woods, man. Ja, mensen, de audio client die ze gebruiken, en wij trouwens ook, is niet zo top. Waarom is... Bij ons gaat het wel veel goede laten uit. Ja. Nu is er ineens wel muziek. Oh, maar het duurt wel lang, hè? Stomme audio-server. Waarom kan audio niet gewoon goed zijn? Nou, waarom duurt het wel lang? Ja, man, het is maar een zwerfmolen, kom maar. Nou, het is gedaan. Ja, onze Enterprise is ook wel heel erg lang. Ja, die ziet er echt wel goed uit, hè? Die nieuws. Oké, nee. Want wees maar die andere. Nee, die is bezig, klopt maar. Oké, welke is dan allemaal bezig? Heeft die paardenmolen modellen? Wie heeft deze opgezet, gast? Ja, die staat erin, precies. Nee, ik sta erin. Kom naar de rups, jongen. Ik zal hem wel regelen. Maar heeft die paardenmolen modellen daar? Die heb ik nog niet. Laat welke? Ja, die daar. Ja, kom. We gaan dat eens doen. Hoe lang is het dan zo'n pikplein open? Ja, kom. Ja. Dit is exact hetzelfde als het stoomcarousel, maar die is in onderhoud nu, dus wat ze mee gaan doen. Oké, putje, je kunt erin. Waar de fuck is die? Hier, ja. Kom jij, put. Of nee, wacht. Hé, daar kom ik helemaal vanaf. Hier, papier. Het kan ook zijn dat de stoomcarousel gewoon qua details vernieuwd wordt, maar niet qua... Ja, weet je, want daar stonden er staan al paarden, dus ga zitten, ja. Waar de fuck zit? Hé? Je staat gewoon recht, man. Ja, ah, hij zit. Oké, welkom. Ik zit er op een schaap, joh. Oh.
Je intappen gaat precies niet zo goed. Ik druk er en ik... Een ijsbeer. Karkensburger. Een papegaai. Een karkensburger van de geur. Als je fluit, doet het dan nu een vrijheid uit. Welkom in onze lege tuber. Fast right hier. Over onze park gesproken, we hebben een nice ride model klaar, mensen. Van een Zeppelin. Ja, je gaat al model noemen, dat zijn geen modellen. Nee, veel moeilijker dan een model. Dat is helemaal niet moeilijker. Jawel. Nee. Enkel echte professionals kunnen dat, Jens. Professionals, alsof je daar een professional voor moet zijn. Allee, man, dat heeft genoeg, lang genoeg geduurd. Dat krijgen we niet afgezweerd. Oh. Gaan er zelf wel uit. Nou, nee, ik moet hem toch afzweren. Waarom duurt dat zo lang? Het zijn allemaal draaimolens hier, hè. Dat mag wel. 30 seconden is al genoeg, hè. Oké, put, we gaan nu de rups treffen. Ik zal hem wel besturen, want... Woordjes open zweren, instappen met die dikke punten, kapie. Bent u erin? Ja. Echt mooi, dus. In midden staat er dan een gast die dan op vlinders aan het jagen is, die staat er wel niet, maar... Hij gaat er zelf in, hè. Stap in, ja, lulke lul. Nee, het is niet gelukt. Okay. Ik vind het echt nice, het ziet er echt precies hetzelfde uit, man. Ja. Ja, het zijn hele oude attracties in deze, man. Die staan er wel van de jaren 70 of zo, ik weet het niet. Amai! Of 50 misschien al. Hoe noemt die rups? Vlinderrups of zo? Vlindermolen. Vlindermolen Efteling. Mensen, we gaan hier een beetje bellen, dat schijnt aan jullie. Ja, ik zou... 1977! Ja. Ik heb dat zo... Maar jij, ja, die andere persoon wel ouder zijn. Ik heb dat zo... Ja, de rups... Die zwijfmolens zijn sowieso van daar, ja. Ik vind niet zo opgehaald, de rups. Ja, die rups ziet er ook niet nieuw uit, dus ik denk ook dat die... Ja, het is ook het Anton Pieckplein, dus... Ik heb dat zo gezien van... Jong en oud vermaakt zich in de speeltuin, dus deze. En daarna de Python. Vroeger was die speeltuin veel groter, maar... Toen werd het volk van laag. Toen de vogels werden een stukje weggedaan. Ja, kom, waarom duurt dat zo lang? Ja, misschien wel. Ja, oké, nog één attractie. En dat is anders wegmolen. Ja, inderdaad, putje. Ik heb even die dieren afzweren. Gewoon, dus ja. Dat zijn gewoon een soort karkjes. Zit je mijn ruggen tegenin. Oké. Ah, goed. Oké, putje. Let's go! Ik kom er aan bij. Spannend! Oh, je bent bang. Zie je zijn kakel. Ik ben bang. Hou me dat gefluit in de video's. Toontjes, ja, jammerlijk. Is fucking geluid. Stinkput. Nee joh, stink hem. Ja, deze ride is jammer. Want het is wel leuk als we het maken, maar jammer.
verwacht jij van jouw 70 zwerf maar dat die extreem is. Ik heb ook helemaal geen idee wie dat de bouwer is. Als ik aan een zwerfmolen denk, denk ik aan zeer. Je noemt net een molen, Jens. Ja, staat er eigenlijk even lezen. Hè. Godverdomme. Kan er niet bij, ik weet niet. Ik denk dat het een door zeer gebouwd is, maar als het... Ja, dat zijn de zwerfmolens die dat je overal vindt. Dat zijn zeer, wel flux. Maar dit is zo... Niet veel ouders, dus ik ga even kijken, hè. De kans is groot dat het door een andere bouwer is gemokt. Ik heb geen idee van de attracties hier. Ja, het zijn niet attracties. Het is meer kermis. Ja. Dat waren ze de attracties in de beginjaren, de paarden, de draaimolens. Ah, kleine zwijfmolen noemde hij. Oh, de andere de grote zeker. Kleine, ja. Je kunt ook huren, zie ik. Oké, kleine zwijfmolen van Efteling staat... Oké, ik ga eens kijken. Hè. 1950 werd er aangekocht. 50? Want dat was Efteling. En in 1951... Wat? In 1950 werd een elektrisch zwijfmolen aangekocht die samen met vele andere nieuwe speeltoestellen onderdeel was van de grote uitbreiding van de speeltuin in 1951. Ja, maar het gaat over de Efteling, want die is in 1952 pas geopend. Nee, ik heb het over deze molen, broer. Ja, die is ontstaan in 1950 of wat? Ja, die is gebouwd toen. En de uitbreiding is in 1951 plaatsgevonden. En toen is die er gekomen, hè. En bij renovatie in 2003 aan het plein bleef hij op dezelfde plek staan. Dus dit plein is al gerenoveerd in 2003, mensen. Ja, dat zal wel het jaar zijn dat Volk van Laaf heeft gemaakt, seksjes. Inderdaad, Put. Wanneer is Volk van Laaf? Dat weet ik ook even niet. Moeilijk, Put. Dat heb ik nooit geweten. Ja, het Volk van Laaf die... Die monorails vroeger met pedalen, dus ik verwacht niet dat het al te nieuw is. In 1990 is het volk van Laaf geworden. En verder heb je nog wat. Check aan Ibal, pripim, ming, ming. Hoor ik al, puntje. Wat is er, puntje? Ja, je hebt nog wat horeca en zo. Hey, de speelwijze is helemaal leeg. Ah, je hebt nog een hobbel gas. Een moederkje met twee baby's. Ting, ting. Deze heb ik ook nog uitgezien, deze allemaal juist. Ik kom leuren, Put. Is dat wat plan? Ja. Dat is een mid met twee baby's en ja, je moet die papieren die in die baby's in. Oh, hier is wat die kaas, die snackmuur, jongen. Ja, dat is echt nice, hè. Zo maakt ze mooi zo. Ah ja, daar kunnen ze pizza's uithalen, zo. Ja, en zo van de kaaskroketten en shit. Ja, ik had bij de paans. Ja, en dit hier is een amai. Papier hier, hè. Wat een melk, het kind. Hier ben ik al komen fretten, hè. Een Hollandse kaaskroket gefret. Ik weet echt niet dat deze vaak renoveert. Het ziet er echt helemaal heel oud uit hier. Maar oké, we gaan hierbij stoppen. Dit was het Anton Pieckplein. Er moeten nog wel video's... Er moet nog een video komen van Kinderspoor, Polka Marina en het Slakkenspoor die modellen hebben gekregen last. Op dus, deze server? Ja, maar die heb ik niet opgenomen. Ik ging wachten totdat de stoomcarousel te groot was, maar dat duurt nu wel heel lang. Dus, veel is vragen, hè? Misschien moeten we die toch maar zonder de stoomcarousel doen. Vraag je toen hij die opent. Huh? Help, ik ben onzichtbaar. Oh. Nee, ik zie je, Put. What the fuck, ik zag mijn eigen. Oké, dit was de video, like en abonneer en ciao. Later.